Nog even ook Simon Yates. Dat is natuurlijk het verhaal van deze week dat hij uh, al lange tijd in gesprek is met Visma Het is nog geen dan deal. Nee, zeker niet. Um, ja, wat, wat, wat we ook al schreven, hè, die, ze spreken al maanden met elkaar, maar witte rook is er nog zeker niet. Um, ook hier is het weer het geval dat er meerdere ploegen uh, met, met ja, riante uh, contractvoorstellen, uh, strooi is een groot woord, maar in ieder geval die uitdelen. Uh, en het is straks aan Jeets om te bepalen wat hij wil. Um, dat kan Visma bike zijn, maar dat zou ook heel goed uh, nog een andere ploeg uh, kunnen worden. Is daar dan ja. zoveel financiële overschot bij Visma Lisebike? Want als je ziet de renners die vertrekken, een Tratnik, een Geesink, een Bouwman, Broers van Dijk, dat is toch niet... De renners die de grote lonen opstrijken. En Jeets is toch weer een schaduwkop, maar daarbij, zou je denken. Nou ja, dat maakt het in die zin ook wel opvallend. Want juist al die renners die je net noemt, Niels, die vertrekken omdat ze ja, elders betere voorstellen krijgen. En uh, Visma Leasebike ook uh, nou ja, niet buiten de... Ja, de, 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 he, je maakt natuurlijk een begroting en daarin valt: oké, okay, uh, um, rennen van dat kaliber verdient meer dan kaliber uh, A verdient meer dan kaliber B, ik noem maar wat. Um, en ja, goed, voor, voor uh, dit soort renners gaan ze in ieder geval niet buiten die kaders. Uh, en kun je je dus ook afvragen: ja, ho hoe groot is dat schip met geld nog nu? Mm -hmm. Jumbo verdwenen is. Ja. Ja, dat is en dat maakt voor mij ook een vraagteken achter die transfer van Jeet. Mogelijke transfer van Jeets. Dat is, uh, je. is allesbehalve nog een, een, een dan-deal, ook volgens uh, onze info. Maar goed, dat er gesproken is en wordt dat is wel een uh, feit. Hij staat op het lijstje. Of dat gaat gebeuren, dat gaan wij uh, de komende weken uh, zien. Dat gaan we zeker achteraan.